De samenleving van vandaag beleef ik toch positief. Maar dat komt misschien ook door het feit dat ik met een heleboel mensen omga die ook positief in het leven staan. Daarentegen heb ik wel meegemaakt en maak het nog steeds eigenlijk mee dat je toch wel heel veel mensen tegenkomt die ja, eigenlijk heel veel dingen meemaken die ja, in hun ogen en hun leven ook in een negatief beeld zetten. En waardoor ze ook negatief gaan denken. Dus dat maak ik ook mee. Maar voor mijzelf is het leven op dit moment best wel positief. Het kan altijd beter, zeg ik altijd, maar het gaat goed. Het gaat goed, het gaat de goede kant op. Dus ik leer heel veel mensen kennen en dat is denk ik het belangrijkste. Ook goed netwerk, goede mensen om je heen, die je toch stimuleren om beter te doen in het leven. En niet zomaar doelloos rond te hangen. Dus mijn leven gaat wel. Voor mij is de maatschappij goed. Ik ben van mening ja, dat als je je dromen ja, achtervolgt en achterna gaat, dat je daarvan kan leven. Als je echt 100% inzet, dan denk ik wel dat je er kan komen. En het hangt er ook vanaf wat ik net zei, je inzet. En of je durft natuurlijk. Je moet ook durf hebben, want misschien zijn er duizenden mensen die hetzelfde willen. Maar als jij die extra stap zet of ja, dat extra geeft wat die andere net niet geeft, dan kom je er net wel en die andere net niet. Dus dat denk ik, ja. Ja, ik zie wel als ik nieuws kijk en ik moet eerlijk zeggen hoor, ik kijk niet zoveel nieuws moet ik eerlijk zeggen. Ik volg af en toe als ik naar mijn werk ga of wat dan ook, dan kijk ik in een krantje of wat dan ook. En in de ochtend af en toe, maar ik kijk niet zoveel nieuws meer zoals voorheen. Maar ik zie wel de natuurrampen, weet je, orkanen, aardbevingen. En dat ze het steeds hebben over global warming, bla bla. Dan denk ik wel bij mezelf, ja, wij zijn de mensen die hier op deze aarde leven. En wij zijn eigenlijk degene die het eigenlijk verkloten. Dus ik zie wel dat, ik zie wel waarschuwingen van het einde kan nabij zijn over een aantal jaar. En ja, ik weet niet of het zo is, want ik ben geen wetenschapper, maar ik heb wel zoiets van, je ziet het wel steeds vaker voorkomen. Dus bosbranden en van alles. Dus ik denk wel dat het waarschuwingen zijn van, doe rustig aan. Wat ik graag zou willen zien is dat mensen niet meer zo bevooroordeeld zijn. Dus ze zien een jongen met dreads, heb ik ook meegemaakt, ze zien me met dreads en ze denken, oh, die is zo'n jongen zeker, bla bla. Die is zeker niet zo snug, die kan zeker niks. En ik denk soms, het heeft niets met je uiterlijk te maken, het heeft met je inhoud te maken, hoe je bent als persoon. Je karakter en uiterlijk is gewoon maar een klein deel van wie je eigenlijk bent. Het is wel, kijk, ik bijvoorbeeld, ik draag bepaalde dingen omdat ik, ja, dat wil ik uitstralen aan de mensen, weet je. Van, daar voel ik me fijn in. Maar het zou niet zo moeten zijn dat iemand zou moeten afschrikken. Je zou eerst met iemand eerst moeten praten van, hey, hoe zit die persoon in elkaar? En dan pas zeggen van, hey, nou man, ik mag hem niet. Of ik vind het niets. Of hey, ik vind hem echt tof. En dat zou ik wel willen veranderen. En ja, en ook dat mensen eerder met elkaar zouden willen werken. Gewoon combined powers, weet je. Niet van, ik wil alles voor mezelf houden en ik doe het alleen. En, weet je, want ik zie wel, nu dat ik bezig ben, ook zelf, zie ik wel van, het is beter om met meerdere mensen te werken dan eigenlijk alles alleen te houden. Dat je komt eerder waar je wil zijn, dan als je denkt van, ik ga alles alleen doen. Dus dat zou ik willen veranderen. Dat mensen wat positiever zijn qua over samenwerkingen. Ja, en eerlijker ook in de zin van, dit is wat ik wil vanaf het begin en niet middenin, dat je bezig bent met iets, weet je. Dat ze middenin het geheel opeens zeggen, ja, maar dit wilde ik eigenlijk hebben. Vanaf het begin ook, eerlijk. Dus dat. Wat ik zelf bijdraag, ja, ik probeer zoveel mogelijk ook open-minded te zijn en niet zozeer mensen direct af te branden bij het begin of af te kraken. Ik probeer gewoon open-minded te zijn en te kijken van, ik kijk ook niet naar kleur of zo. Ik kijk niet naar kleur, ik kijk gewoon hoe iemand is als persoon
En tuurlijk, ik ben niet perfect, niemand is perfect. Dus af en toe heb je dat ook, weet je, dat je zoiets denkt van, ach man, laat die persoon, weet je. Maar achteraf kom je erachter dat iemand anders is en dan kom je toch weer tot je senses eigenlijk van, shit, waar ben ik ook mee bezig, weet je. Want hetzelfde doet iemand ook weer bij mij, als ik hoger op wil gaan, dus... Weet je, want hoe hoger je komt, hoe moeilijker het is als... Ja, kijk, ik ben een zwarte man en ja, deze maatschappij is echt toch... We leven in Nederland, is toch een beetje... Ja, als je hoger op komt, kom je erachter dat het veelal blanken zijn die de macht hebben en die bepalen of je verder mag of kan. Dus ja, in die zin kijk ik ook niet meer naar kleur, maar... Stel ik mezelf gewoon op van kleurloos eigenlijk gewoon. Van hé, ik kom daar, ik doe mijn gesprekken, ik praat met die mensen. En ik kijk niet of je een pak aan hebt of een mantel, een pakje, wat dan ook. Ik praat gewoon normaal, hoe ik ben en hoe, ja. En zo denk ik. Ik denk dat meerdere mensen zo zouden moeten zijn. En soms kom je op plekken dat je gewoon denkt van... Dan zie je ook dat die persoon die misschien directeur is van, ja, van een zaak... Is net zoals mij. En die praat net zo relaxed met mij als ik met hem zou spreken. Maar in het begin denk je misschien van, hey, het moet formeel. Maar dan kom je erachter dat hij ook zo vindt van, hey, laten we gewoon normaal praten, weet je. En dan denk ik, ja, that's it voor mij, weet je. Meer.